Je hoort er helemaal niks meer over, hè? Hey, je leest er niks over. En op tv is het ook mondje dicht. Ja. Heb je dat gelezen over die mevrouw Rijksman? Ja. Mevrouw Rijksman, de baas van de NPO. Ja. En die 2 jaar geleden. Het is bijna niet voor te stellen gewoon. Dat D66, die denken gewoon dat ze zich alles maar kunnen permitteren in Nederland. En eigenlijk doet niemand er wat aan. Nee, dus D66, die gaan gewoon door met hun spelletjes en hun tentakels. Die laten ze overal maar ja, gaan. En het is eigenlijk verschrikkelijk, vrienden. Ja, en ik zit me daar toch een klein beetje over op te winden. Hoe kan dat nou allemaal? Ruim 2 jaar geleden is die Rijksman dus de baas van de NPO, maar is ook nog eens een keertje niet alleen lid van D66, ze stemt het niet alleen, is ook lid van en is daar gewoon heel actief bezig binnen D66. Dus die loopt dus de hele tijd met 2 petjes op. Die petje op van de NPO, petje D66. En vind je het dan gek dat er in die aanloop naar de verkiezingen in maart 2021, toen was er ineens een hele grote documentaire over kakelende Kaag. Ja, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? D66 krijgt gewoon een eigen documentaire op de NPO. Ja, en dat zou dat misschien komen, misschien via mevrouw Rijksman? Heeft hij daar iets mee te maken? Ja, die roept dan later, nee, daar heb ik helemaal niks van te maken. Maar er is toevallig geen documentaire in die periode over Wilders, ik noem maar iemand. Nee, dat niet. Nee, maar wel over D66. En zo proberen ze overal de invloed uit te oefenen. Die kakelende Kaag ook. Die is ook allemaal bezig met haar spelletjes. En wij in Nederland, wij hebben toch altijd de neiging om met vingertjes te wijzen. Ja, naar andere landen. Van, ja, jullie zijn corrupt. En jullie beïnvloeden je staatstelevisie. En wij, en hoe zit dat dan in Nederland, vrienden? Ja. Maar voordat we gaan wijzen, we hebben zelf een NPO-baas die zwaar in de politiek zit. Want ook nog eens een keer, en dat vertel ik er nu nog even bij, in die hele periode, in de aanloop naar de verkiezingen, adviseerde Rijksman, ja, die adviseerde de kakelende Kaag. Kun je je voorstellen? Ja. Allemaal met adviezen, je moet dit doen, dat doen. Ja, en dan kwam er ook nog eens een keer, heel toevallig, die documentaire bij. Nou, vrienden, het is, dat kan van geen kanten. En toch wordt dat allemaal weer een beetje verzwegen in Nederland. En dat D66 kan gewoon maar ongestoord zijn gang gaan. Op alle niveaus in Nederland. En dat, vrienden, ja, dat moet gestopt worden!